Dit perceel heeft al mest gehad. En volgende week krijgt het een beetje kunstmest. Ik kreeg via de gebiedscoördinator hier het telefoonnummer van Martine Hielkema. Die heb ik gebeld. We hebben een adviseurspool van 30 adviseurs. Allemaal deskundig op hun eigen gebied. Dus wij hebben eigenlijk gratis advies om die boer te kunnen helpen met hun vraag over hoe verder met natuurinclusieve landbouw. Ik wilde graag advies over hoe ik goed kruidrijk grasland kan krijgen en behouden. Waardoor ik een betere bodem krijg, gezonder gewas, gezonder vee en daardoor ook gezondere melk. Ik werd gebeld door Martine. Ja, toen heb ik contact opgenomen met Piet Jan en de week later stond ik hier. Het probleem bij hem is, hij heeft klei op veen en het is hele taaie klei. En wat we nu willen inzetten is eigenlijk om te gaan werken met kruiden die ook grote penwortels hebben onder andere. Zodat je dat luchtiger krijgt. Er wordt wat gedaan aan de calcium-magnesium verhouding. Dus proberen wat meer kalk te geven dan breng je ook wat structuur in die grond. Het plan is om dit voorjaar 3 hectare in te zaaien met het mengsel wat Christian samengesteld heeft. Dus dat wordt met Engelsraai, Timothee, veldbeemd, rode klaver, witte klaver, smalle weegbree en sigorij. En dan hoop ik eigenlijk half juli de eerste keer te kunnen weiden. Kijk, als je het hebt over kringlooplandbouw en natuurinclusiviteit. Ik denk dat het voor een hele grote groep boeren lijkt alsof het iets heel spannends, iets heel engs is. Waar we eigenlijk niet aan willen beginnen. En dat is over het algemeen de verandering meer in de zin van dat men angstig is. Terwijl dat ik denk dat je door middel van het lab en door middel van dergelijke adviezen als wat we hier doen. Kunnen we het simpel. Kort en bondig met kleine stapjes toch die kant op komen. En proberen we het ook behapbaar te maken voor iedereen die, ja, die de vragen heeft, zeg maar. Nou ja, en hoe meer boeren we kunnen helpen met kleine stapjes, ik denk hoe beter dat het is. Hè? Hoe bekender het ook wordt wat de mogelijkheden zijn. Je hebt gewoon praktisch advies nodig op dat moment. Laagdrempelig, dit kan er. Zo kunnen we het doen. Dat is wat je als melkveehouder gewoon nodig hebt.